Oké, okay, Geenewaardenzeild, nieuw evenement. Wat is het? Nou, het is inderdaad een nieuw evenement. Voor de eerste keer dus. Gewoon eens om alle zeilers die in Geenemuiden een zeilboot hebben liggen of in de naaste omgeving, om die eens gewoon gezamenlijk eens een keer bij elkaar te brengen. Ook omdat we hebben heel veel zeilboten toch wel in de haven liggen, maar om dat eens een keer met elkaar te gaan zeilen. En wie weet komt daardoor weer een nieuwe initiatief om wat vaker met elkaar te gaan zeilen. En dat is het idee erachter. Het is ook ter ere van ons 50-jarig bestaan van de watersportvereniging. Dus ook om eens een keer de watersporters bij elkaar te brengen op een alternatieve manier. Nou, succes vanavond. Dankjewel. De bedoeling is dat we als eerst even gaan bepalen, waar gaan we naartoe zeilen. We kunnen dus met z'n allen richting Ketelmeer, heel erg ver, dat gaan we niet doen. Ook gezien de wind, nog een beetje noord-noordoost. Stel ik voor om in principe eerst te starten richting Vogeleiland. Dus voor de kleine open bootjes tot aan de Strijkdam, oftewel het tweede haventje, dan te keren. Maar dan is het allemaal niet vrij om dat zelf te bepalen natuurlijk. De andere boot moet dus door naar Kadoelen en weer terug. Dan naar Zwartsluis. En mogelijk nog weer een beetje afhankelijk van de tijd en hard gaan en hoeveel we moeten kruisen. Leg mij voor dat jullie voor een ander idee hebben. Steeds maar op en neer, elke dag maar in en weer. Op een middag stert een keel, bij het monument van de veerman. En ik kijk over het water, naar de buurties die doorgaan. Over het water, bij dat mooie, mooie veer. De beste plek waar ik kan wien, mooist waar ik kan wien. Het is voor mij het mooiste wat er is. Het is het mooiste van Geilemuur over het water. Weet dat mooie, mooie weer. De beste plek waar ik kan wien. Mooist waar ik kan wien. Het is voor mij het mooiste wat er is. Het is het mooiste van Geilemuur. Het is het mooiste van Geilemuur. Het is het mooiste van Geilemuur.